Yes, Elvis, Pierce, we hebben echt heel veel water overal anders gelegd en ervoor gezorgd dat er minder water naar Aquarales gaat, zodat het langer duurt. Dus we hebben echt tijd gerekt voordat die vaten met sterk water vol zijn. Ja. Alleen nu moeten we nog bedenken hoe we dan binnenkomen bij Aquarales om Fruity en Neptuna te kunnen redden. Ja, zeker. We moeten ze wel redden, want ze kunnen ze daar niet achterlaten. Nee, dat kan ik niet. Ik schaam me zo. Ik had de koningin sowieso al moeten beschermen. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon naar die deur toe en dan pak ik mijn spier en dan boor ik er zo doorheen. Je boort je dan doorheen? Wacht, ik heb een plan. Kom mee, dan leg ik het uit. Nou, ik heb dus een plan waarbij we de Yellow Submachine kunnen gebruiken. Als we nou, kijk, hier heb je Aquarales. En daar zit Fruity. Oh nee, ja. Ja, achter de tralies. En Neptuna ook nog. En Neptuna, die is ook hier. Ja. En als we nou de Yellow Submarine gebruiken om in een gang te graven die zo het gebouw van Aquarales binnenboort, dan zijn we dus meteen binnen en kunnen we dus Neptuna en Fruity bevrijden. Ja, dan kunnen we de koningin eindelijk bevrijden. Ja, en dan moet je wel je speer meenemen natuurlijk, want dan kunnen we daarmee misschien het slot openmaken of zo. Ja, goed. Yes, we gaan ze terughalen, jongens. Zitten jullie allemaal? Ja hoor, ik zit helemaal goed. Ja, oké, top. Dan gaan we naar Aquarales. Ik zit er klaar voor. Ik stel even hier nog wat in en dan het gas erop. Het zwiebelt wel een beetje, jongens. Biozee, is dit normaal? Ja, dat is normaal, dat hoort erbij. Kijk, want de druk staat nog helemaal goed, dus het komt goed. Bocht naar rechts. Dit is een hele scherpe bocht. Oké, weer terug. Bijna uit mijn stoel. We gaan echt door de grond. Ja, we gaan echt door de grond. Volgens mij zijn we er bijna, maar ik zie hier nog wel wat dingen in de grond. Wow, ik zag een diamant voorbij. Zag je die? Ja, er zat gewoon een diamant in de grond. Oh, ik zie alleen maar zand. Oh, ik zie alleen maar plastic. Volgens mij zijn we er nou echt bijna. We komen al een beetje, ik zie al een beetje licht. Oké. Okay. Oh, dus we komen al boven. Oh nee! Volgens mij zijn we helemaal verkeerd. Waar zijn we dan? Oh nee, een auto. Wow. Ah. Oh, phew. Oké, dan gaan we even terug. Ja, achteruit of? Ja, achteruit. Oké. Ik heb de route opnieuw ingesteld. Dus volgens mij komt het nou echt goed. Oké, dan gaan we weer vooruit. Bocht naar rechts. Bocht naar links. Oké, ik zie een beetje licht, jongens. Volgens mij zijn we er echt. Elvis, heb je je speer? Ja. Oké, top. Oké, volgens mij zijn we er. We hebben van alles. Ja. Niemand in de buurt. Kom. Maar ik zie nog helemaal niemand. Dat is een krabbootje. Ja. Jan, kun je mijn speer pakken? Ja, kom maar, kijk eens. Ik zie daar wel wat vissen, maar... Jan, is dit de plek? Oh, we zijn bij Aquarales binnen. Ja? Het is gelukt, gelukt. Maar waar is Neptuna dan? Die moeten we gaan zoeken. En Fruity moeten we niet vergeten, want Fruity... Hij moet hier ergens zijn. Help, laat me naar huis, kom maar helpen, Jan. Kom, ik hoor daar iets. Fruity, Elvis, help, help je even zo. Ja, de weekend is allemaal klaar. Ik kan het niet uit. Pak mijn speer. Help mij, ja. Ik wil bij jou eens. Hij kan niet op mijn hoofd. Ik zoek het zo. Fijn om jullie zo te raken uit. Nee, wacht. Als je dat doet, dan gaat het glas kapot. Dan maak je het goed hier aan. Dat doen ze echt niet. Dan gaat het glas kapot met deze hamer. Nee, dat kan dus ook niet. Dan gaat het nog kapot, maar. Dit is zachter. Ja, maar dat werkt niet. We moeten iets beter. Ja. Kijk hem eruit. Ik zag de tralies door. Ja, goed door. Ja, maak je maar. Ja, wat zie je daar? Nee, dat gaat niet. Het betere spullen. Nee, kijk eens. Ik krijg die stroom. Ik ben altijd die
had besloten. En ik wilde deze nog zo graag een keer aan jou geven om te vragen. Maar laat ik het dus ook even een herinnering aan ons samen. Want ik kom nooit meer vrij. Altijd hier, sorry jou, Jan. Maar Frosje, is dat een diamant? Ja, het is een diamantenring van Jan. Oh, wat briljant. Oh, wat goed. Want diamanten kunnen ook door glas heen snijden. Dus eigenlijk is het niet gebruikt. Ik ga je bevrijden. Kan ik er dan uit bij je? Ik kom weer bij jou, Jan. Ja, goed zo, het lukt. Kijk uit, want al die water komt er natuurlijk uit, Jan. Ah, Jan, ik ben weer vrij. Ik ben weer vrij. Oh, ik ben weer blij hier bij jullie te zijn. Oh. Ik heb mijn benen. Yes. Benen. Ik ben weer terug bij jou. Super. Ja, oh, zo fijn. Het is gelukt. Maar waar is Neptuna, Fruity? Ja, die is pas ergens hier ook binnen. Echt? Ja, die was hier ook ergens. Ja. Moeten we ook even zoeken. Kom. Ja, kom. Ja, hier was het. Hier was het. Dat is het aquarium van Neptuna. Die zit daar. Daar zit Neptuna. Maar Neptuna is er niet. Maar Neptuna nou. Dat snap ik niet meer. Die was daar in opgesloten. Ik heb het zelf gezien. Wacht, goed. Ze is niet. Hè? Ze is meegenomen op bevel van baas Aquarius. Aquarius? Was dat degene die jou ook ontvoerd had? Ja, ja, die grote meneer, de zwart in de midden, was een hele enge man. Oh, die heeft Neptuna nou meegenomen. Ja, maar wat heb je Aquarius allemaal verteld, Fruity? Over ons? Nou, ik heb natuurlijk, want ik wilde alles weten, die Aquarius. Dus ik heb natuurlijk verteld dat POC op expeditie is. Maar dat jij natuurlijk, Jan, jij zou nooit meegaan. Want jij ging mij natuurlijk redden, want ik wist het ook. Oh, jij doet mij altijd redden. Dat is heel goed, dus jij denkt dat POC op expeditie is. Ja, maar die was dan ook heb op ik expeditie. Een plan. Zo, ik ben hier bij de drukkerij, want ik ga echt iets heel belangrijks doen. Ik heb een artikeltje ook bij me, dus ik ga zorgen dat dat in de krant komt. Het is echt super belangrijk voor het plan van Jan, dus dat ga ik nou even regelen. Oké, ik heb een goed onderdeel om met dit plan te helpen, maar ik moet even wat uit gaan proberen. Want eigenlijk heb ik dan helder water, waar je gewoon helemaal doorheen kan kijken. Zo, ja, oh, en dat moet eigenlijk... moet je niet meer doorheen kunnen kijken. Dus ik heb hier speciale biologisch afbreekbare verf. Want dat moest van BOC. En als ik daar nou een klein beetje van neem. En dat doe ik in het bekertje water. Ik mag echt geen rommeltje maken hoor. Oh. Ja, dat lijkt net inkt hè. Ja, dat is de bedoeling. Maar ik mag niks verklappen. We staan hier bij het gemeentehuis van Druten. Nee, Wiegen. Ja, Wiegen. Oh ja, Wiegen. Omdat, ja... Ja, dat kunnen we niet zeggen natuurlijk. Dat gaan we niet zeggen. Nee, dat gaan we even niet zeggen. Wat een spannende dag was het vandaag. Fruity bevrijd uit het super beveiligde gebouw van Aquarius. Alleen nu is Neptuna dus nog weg. Nou, ik heb een plan bedacht waarbij we Neptuna terug kunnen krijgen. En de anderen zijn al druk bezig om dat plan ten uitvoer te brengen. Heb jij nou ook iets waar je mee ons zou kunnen helpen? Of vond je het ook zo spannend? Mail dan je reactie naar digi@okidokidorp.nl. En verder staan er op www.okidokidorp.nl nog heel veel leuke filmpjes van andere dingen van Okidoki. Tot morgen!